We besluiten het journaal vandaag met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS. Die geldt tot en met morgen 11 mei. De verwachting voor het weer overdag wordt landelijk in alle districten perioden met onweersbuien, soms met windstoten en ook kansen op 50% meer windstoten, met uitzondering van Marowijnen, Kommowijnen en Paramaribo. In de avond en nachtelijke uren kunnen er nog lichte en overwegend in het binnenland soms matige regenbuien voorkomen. In de avonduren ook nog een extra kans op een onweers- en zware bui in het binnenland. Variërend vanuit het noordoosten tot het oosten zal de windsnelheid 20 km per uur zijn. Lokaal zal die tijdelijk toenemen tot maximaal 35 km per uur. In het hele land zijn er temperaturen die variëren tussen 30 graden en minimaal 21 graden Celsius. Landelijk variëren de temperaturen tussen de 21 en 30 graden Celsius. Morgenochtend is er een enkele regenbui mogelijk. In de middag verspreidt zich lichte, lokaal soms matige buien en enkele geïsoleerde onweersbuien. Ook komen er enkele matige tot zware buien voor. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen meer in het binnenland plaatselijk een matige onweersbui of zware bui kan optreden.